Zoals jullie kunnen zien zitten er kussens in, dekens, mannenkleding, vrouwenkleding, kinderkleding en ja, eigenlijk van alles en wat. Luiers, noem het maar op, alles wat prima nodig is. Kan geen doos meer bij, kan geen doos meer bij, nee. We zijn allemaal een onderdeel van. Kijk, wij hebben de wielen, wij gaan rijden. Maar iemand die heeft ingeladen, iemand die heeft gesorteerd, die heeft net zoveel gedaan als ik heb gedaan. Ik ben ja, alleen de laatste schakel om het alleen daar te brengen. Maar als iemand anders die mogelijkheid had, weet ik gewoon, zoals ik het gisteren heb gezien, dat diegene ook zou rijden. Niemand heeft eigenlijk zin om te slapen, om het zo te zeggen. Dus we zijn allemaal continu het nieuws aan het volgen. Continu de laatste updates aan het volgen. En ja, we zijn alleen nog aan het wachten op de douanedocumenten. En daarna is het gewoon rijden gelijk. Nou, wij gaan met twee chauffeurs om zo echt de reistijd te beperken. Dus dat betekent dat we gewoon continu gaan rijden. Eentje gaat rusten, eentje gaat rijden. En wij hopen echt binnen 3 dagen daar te kunnen arriveren. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer van dit soort video's zien? Download dan onze app of kijk op onze site rtlnieuws.nl.